5 uur en het is gewoon al donker buiten. Echt super heftig. Maar Indy en ik zetten onze traditie voort. Yep. Met een biertje. In lijpe lotje. Yes. Cheers. Hi. Er is mij gevraagd of ik deze week even wat meer wil focussen op de lessen en de inhoud ervan. En dat lijkt me best een goed idee, dus dat ga ik voor jullie eventjes doen. Ik was vanochtend best wel laat en daardoor kon ik niet doen wat ik wilde doen, want ik wilde even kort laten zien hoe onze school eruit ziet. Maar dat ging nu niet, dus dat komt morgen denk ik wel. Ik zit op Fern University en doordat dat een private university is, is eigenlijk de lessen en de docenten zijn echt super chill. Ja, ik denk dat ik deze week, want ik kan de lessen moeilijk filmen, maar ik denk dat ik gewoon elke keer ga vertellen hoe mijn lessen zijn en dan zien we wel wat eruit komt. Op Fern University heb je eigenlijk 4 verschillende soorten minors. En dat is entrepreneurship, journalism en PR, hotel management en tourism. En ik volg vooral journalism en PR, maar je kan ook gewoon vakken uit andere minors kiezen. Dus in principe zou je een pretpakket samen kunnen stellen. Dat heb ik niet gedaan, maar ja, het zou wel mogelijk kunnen zijn. Ik heb net als vak Contemporary Social Systems gehad. En dat houdt in eigenlijk vooral een beetje geschiedenisles. En dan krijgen we van een man die ook echt gespecialiseerd is. Echt een historicus van de 20e eeuw. Dus ja, hij vertelde vandaag heel veel over alle oorlogen over de wereld. En dat is wel grappig, want dat heb ik zelf op de middelbare school ook wel gehad. Maar toen was ik daar echt niet in geïnteresseerd. En nu weet je dat wel vaag, maar nu krijg je alsnog een keer alleen van een hele andere kant krijg je dat belicht. Want ja, wij natuurlijk vanuit Nederland altijd. En hier zo heel algemeen. En iedereen mag in de les ook van alle landen vertellen hoe, dat, ja, hoe zij het zien vanuit hun land. En dat is wel heel interessant. Ik heb vandaag wel even een lange dagje. Het is nu 8:15 of zo denk ik. 8:30 begint mijn les Public Relations. En ja, wat doe ik eigenlijk? Sowieso een beetje de basis van PR. En uiteindelijk voor ons tentamen moeten wij een promotieplan gaan schrijven over een bedrijf dat je zelf mag kiezen. Dus het kan een heel groot bedrijf zijn, maar het kan ook een denkbeeldig eigen bedrijfje zijn die je op wil starten. En ja, voor vandaag moesten we een SWOT-analyse van jouw bedrijf maken. En daar gaan we mee aan de slag in de les. En daarna heb ik fotoreporting. En dat zijn de lessen voor vandaag. Maar ik ga daarna nog eventjes voor het vak van gisteren, Contemporary Social Systems, ga ik nog even aan de slag. Dat ik daar volgende week een presentatie voor moet geven. Voor hier is het dus eigenlijk al een lang dagje. Zo. Ik ga nu even doen wat ik gisteren eigenlijk wilde doen. En dat is heel snel kort het gebouw laten zien. Dit is een winkelcentrum. En daar binnenin zit op de eerste en tweede verdieping dus de universiteit. Heel apart. Maar goed. Ja, ik pak eigenlijk altijd de trap, omdat die liften super slow zijn. Ik ben trouwens weer laat, maar de Kroaten komen hier altijd echt net op tijd. Dus het is helemaal niet erg. Yay! Ik zal trouwens nog even iets vertellen over het niveau van de minor. Die is op zich niet heel hoog. Als je gewoon goed in de lessen aan het werk gaat, dan heb je buitenschool eigenlijk niet heel veel extra's te doen. Dus dat is wel echt chill. En ja, ik kwam hier ook naartoe met het idee dat ik mijn Engels wilde verbeteren, omdat ik daar best onzeker over was. Maar in verhouding met bijvoorbeeld de Spaanse mensen hier, of ja, ook wel wat andere landen, is het Engels van mij en andere Nederlanders echt zo goed dat ik daar eigenlijk ook wel alleen maar weer zelfverzekerd over word. Maar ja, doordat sommige anderen gewoon echt niet goed Engels kunnen, valt het niveau in de les ook wel gewoon een beetje mee.
We zijn alweer een dag verder, maar ik zal nog even uitleggen wat wij voor fotoreporting moeten doen. We krijgen eigenlijk elke week uitleg over een manier van fotograferen, zoals bijvoorbeeld portret, landschap, architectuur. En nou, dat legt er dan allemaal uit. En dan moeten we voor de week daarna moeten we als huiswerk zelf wat foto's daarin gemaakt hebben. En nou, nu gaat het dus om reportage. Dus ik moet van de week even de stad inlopen en kijken waar ik ja, eigenlijk een soort leuk nieuwsbericht van zou kunnen maken. Alleen voor foto's. Ik ben nu trouwens vroeg opgestaan omdat ik nog huiswerk moet maken voor het vak dat ik zo heb. Dat is Media Industry. En ik moet dit artikel, moet ik helemaal lezen. En dat artikel, ja, dat gaat over de business of media. En eigenlijk over hoe organisaties hun reclames uitzetten. Dus ja, met welke doelgroepen en met welk doel. En alle statistieken en dingen zij allemaal gebruiken om een goede reclame te maken. En nou ja, daar weet ik al wel wat vanaf, dus dat scheelt. Dit is trouwens ook die les ja, waar ik een paar weken geleden toen uit was gezet. Of tenminste de hele klas, omdat ze het artikel niet hadden gelezen. Dus ja, ik moet het artikel eventjes lezen. Ik heb nog een half uur om het af te maken en dat ga ik dus net nooit redden. Maar ik ga wel een beetje bluffen, want het onderwerp ken ik wel. Er zijn al 10 minuten voorbij en de docent is er nog steeds niet. De rest trouwens ook niet. Top. Heel normaal. Les. Wat voor les is het eigenlijk? Psychologie en communicatie. Business. Business, psychology en communication. En is met alle Nederlanders. Dus dat is wel leuk. Huh? Leek dus een guest lecture. Wat is dan Nederlands? Gastcollege. We hadden een gastcollege over disabilities, iets weet ik veel, ik weet het niet meer. Over vrouwen dingen. Ja, vrouwen vindt hij. Gaat snel in conclusies. En ze overreageren op alles. Daar ging het over. Daar ging het over. Maar goed, dat was weer voor vandaag. De les duurde echt een uur langer dan normaal of zo. Veel te lang. En we zijn nu bij Mensa. Even goedkoop studenten eten kanen. Groetjes aan ons. Het is vandaag donderdag en ik heb vandaag mijn laatste les. Spokesmanship and Public Appearances. En ja, dat is een soort woordvoerderschap. Beetje pers- en media-achtig. Het is wel leuk op zich. Maar ja, dan houdt mijn week alweer op voor school. Ik heb dus op maandag 1 lesje, op dinsdag en woensdag 2 lessen. En dan op donderdag 1 les, vrijdag vrij. Dus ja, dat is wel echt heel relaxed. Ik zal trouwens nog even op een rijtje zetten welke vak ik nou precies heb. Op maandag heb ik Contemporary Social Systems. En dat is een soort geschiedenis. Dan op dinsdag heb ik Public Relations en Photo Reporting. Woensdag Media Industry en Business Psychology. En op donderdag dan Spokesmanship en Public Appearances. Dus nou ja, dat is een beetje wat mijn minor hier inhoudt. En verder heel veel vrije tijd om gewoon lekker te reizen en andere leuke dingen te doen. Dus ja, super relaxed. De les is voorbij. Ik heb weekend. Dat sluit ik altijd af met een biertje. Ja, leuk met Spaanse en Belg. En ons, jee. Maar goed, als je nou nog vragen hebt of je gewoon afvraagt hoe het is, ga je dan. Ga dan naar Wikipedia. Dan mag je dat gewoon aan mij vragen of je mag ook langskomen. Is ook goed. Ja joh, helemaal leuk. Joep.